Kwamfi in de Lage Landen, deel 9. 9? 9. Ja, want afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk ook eentje opgenomen om eventjes tijdens de paniek van zaterdag van dit weekend heel even ons perspectief ook te delen. En nu gaan we gewoon door met waar we gebleven zijn. En ook even natuurlijk om te ventileren, want we hebben ook wel gevoelens. Ja, we zijn geen robots natuurlijk. Niet echt. Niet echt. Ja, dus weer alhoewel... Vertel. Nee, van alhoewel, ik ben in zekere zin wel een robot als ik een heel erg grote winst wat zie verdampen, zeg maar. Maar wat ik al eerder zei, van des te dichter je in de buurt komt van, zeg maar, de zone waar je gedizieerd hebt, des te lastiger het wordt natuurlijk. We hebben al eerder iets van €120 verloren. Ja, ik zag echt een monsterbedrag verdampen, maar dat deed me niet zoveel. Omdat ik toen nog ver weg zat van de zone waar ik gedizieerd heb. Maar des te meer we die buurt in gaan, ja, des te meer de gevoelens weer opspelen. Dat is het een beetje. Ja. Maar goed. Ja, dat is het. Ja, we zitten nou weer zo rond de... 90? 91 euries. Ja. En ja, wanneer gaan we eruit, hè? Ja. Ik... Wanneer gaan we weer boven die 100? Ik was even reacties aan het goedkeuren. Ik denk er nu aan. Ja. Ik dacht aan heel. Nou ja, wanneer komen we eruit? Ja, de toekomst zal het wijzen. Ik denk vooral dat we op dit moment... Nogmaals, het heeft niets met Quant zelf te maken. Het heeft alles te maken met hoe de aandelenmarkt ervoor staat. Hoe de economie ervoor staat. En crypto reageert op de aandelenmarkt. Dat is wel vrij duidelijk. Is echt wel een correlatie. Dus ja, we zijn een beetje afhankelijk van de marktomstandigheden. En ik denk als dat weer enigszins stabiliseert, dan zullen we ook alweer uit die €90 range gaan kruipen. Of Gilbert, laat dat dashboard nou eens een keer zien. Hè? Geef ons nou eens een announcement. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Dat is een beetje... Ik denk dat het voornamelijk aan de markt ligt en niet zozeer aan Quant zelf. Al zijn er natuurlijk mensen die alles aan Quant wijten. En dat is heel grappig wat je nu ziet. Dat alle FUD die we eigenlijk al eerder behandeld hebben, gewoon weer terug is. En mensen in één keer er niet meer in geloven op het moment dat we naar beneden gaan. Dat heb ik zelf... Ik was vorige week was natuurlijk op Gran Canaria. Ik was lekker op vakantie in Spanje. Was heerlijk. Ik heb even helemaal niet op social media gekeken. Ik had wel door dat bepaalde dingen niet helemaal lekker gingen. Zoiets van, het zal allemaal wel. Maar nu kijk ik wel weer in bepaalde groepen op internet. En je kijkt een beetje wat het sentiment is op crypto Twitter. En je kijkt een beetje in de comments. Ja, en dan zie ik wel weer bepaalde discussies opspelen die we 2 jaar geleden ook hadden. Hè? De prijs gaat naar beneden in één keer. Zijn alle omstandigheden weer helemaal anders. Wat ik heel opmerkelijk vind. Ja. Weet je, dat is dan wat we dan de FUD noemen. Hè? De fear, uncertainty and doubt. Ik vind zelf dat fear, uncertainty and doubt op zich heel prima is. Als je dat hebt voor een project. Ik denk dat de enige manier om een project te screenen, te checken, te valideren, dat gedaan kan worden door gaten erin te prikken. Dus door die angst, die onzekerheid en die twijfel te hebben van joh, maar is het nou echt allemaal rozengeur en maneschijn? Of ruikt er toch iets een beetje vies? Ja. Over vies ruiken gesproken. Mijn zoon is geboren gisteren. Die is dus echt 36 uur oud. Dus ik ben best wel afgeleid op geluiden. Mijn vrouw loopt door het huis. En dus ik ben misschien niet zo helemaal super hyperfocust als dat ik meestal ben. Dus excuus daarvoor. Alles is wel goed trouwens. Even terugkomen op die FUD. Hè? Want we gebruiken dat natuurlijk vaak in crypto als een grapje. Ja, als mensen zeggen Quant gaat naar 1K, dan noem ik dat FUD. Ja. Want we gaan er de 100K. Uiteindelijk. boom boy! Nee. Maar FUD zoals het in crypto vaak gebruikt wordt, is als mensen ongegronde of ongeïnformeerde of ongenuanceerde dingen uiten. Ja. En dat kan natuurlijk alleen maar beoordeeld worden door mensen die wel in de materie zitten, dus die wel ingelezen zijn. Nou, ik denk dat Tim en ik voor een heel groot gedeelte dat zijn.
Dat we met z'n tweeën het project redelijk in de smiezen hebben. Ja, buiten dan natuurlijk echt diepe inner workings van de code, et cetera. Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Nee, maar dat is als investeerder ook niet per se interessant. Dus we kunnen op zich best wel een redelijk verhaal houden bij Quant, hoe het werkt en wat ook de beargumentering van de organisatie is daarvoor en wat dat voor de investeerder betekent, in grote lijnen. Ja. Betekent niet dat we alles weten, betekent niet dat we altijd gelijk hebben. Laat alsjeblieft weten waar we geen gelijk in hebben. Nee. Maar er zijn gewoon lui en dat zijn meestal mensen die dus niet helemaal geïnformeerd zijn. Die komen met FUD. En dat is dus token not needed. Zeg maar ook dat niveau van commentaar. Dat is eigenlijk de makkelijkste. Daar is al sinds 4 jaar over geschreven dat de token onmisbaar is. Sorry. Gilbert heeft daar zelf al woorden aan vuil gemaakt. In officiële documenten. Maar ook op de telegrams. En op alle mogelijke manieren. Zal dat geldt voor heel veel andere onderzoekers. Ook binnen onze community. Je kan overal vinden dat de token wel nodig is. Ja. Nee, ja, inderdaad. Wel goed dat je dat zegt. Van dat is ook wat we deze podcast gaan doen. Ik kwam vandaag, tenminste ik zelf niet, maar ik kwam wel via kwam ik een Twitter-thread tegen. Zo'n draadje op Twitter. En die gaan we ook doornemen. Van iemand die dus vroeger in Quant zat. En dus ook een bepaalde kritiek heeft, zeg maar, op dit soort munten. Dus daar gaan we ook naar kijken. En ook een van de punten inderdaad die hij daarin aanhaalt, is dat in heel veel van dit soort projecten inderdaad die token dus niet nodig is. Nou ja, we hebben 2 podcasts geleden hebben we uitgelegd waarom de token bij Quant wel nodig is. Omdat het gewoon integraal is aan het project. Maar dat is een beetje wat we deze podcast ook gaan doen. Dus omdat we gewoon merken dat er dus meer angst is, zeg maar, op het moment dat een beetje weer die argumenten weer naar boven komen drijven, is wel goed om het een keertje eentje eruit te pikken en dan gewoon eens in discussie te gaan per punt van hoe zit dat in het algemeen? Wat voor kern van waarheid zit erin? En ook hoe werkt het dan bij onszelf? Hoe zit het bij Quant? En wat je vooral heel vaak ziet bij de meeste FUD is dat er drogredenaties gebruikt worden. Voorbeeld, Klaus Schwab, een of andere World Economic Forum meneer van The Great Reset. Die zou een ongelooflijk slechte econoom zijn, want iemand had een foto gevonden dat hij half naakt op slippers over een strand loopt. Dat was het. Ja, die gast. Ze beoordeelde iemand zijn kunnen in zijn vakgebied naar aanleiding van zijn vrije tijdsbesteding. Dus het is of dat je tegen je psycholoog zegt: nee, jij kan mij niet helpen, want jij draagt sokken in jouw slippers. En dat zie je dat straks in dit draadje ergens ook gebeurt. Dat er dan een argument, ik heb het exact argument niet onthouden, maar dat dan naar voren komt van ja, nee, maar dit project kan nooit legit zijn, want Gilbert heeft een Armeense achtergrond. Ja. En dat is dan een valide argument. Dat is dan een reden daarvoor. Token is niet nodig, want we kunnen niet zien dat die nu gebruikt wordt. Mm-hmm. Dus omdat wij dat nu niet kunnen zien, wat is dat dan een beetje? Hoe heet die kat? Schrödinger's kat? Nee. Ja. Schrödinger's token. Ja. Ja, hij zit in de doos, dus hij kan nodig zijn, maar hij kan ook niet nodig zijn. Dat weet je pas als we de doos openmaken. Ja, zo werkt dat niet. Het aparte is ook hoe die die FUD tevoorschijn komt. Ik weet, in augustus, in juli, dat waren hele bullish maanden, in begin september ook. Had je het ook wel, maar dan was het voornamelijk dat het weer boven kon drijven, zeg maar, in de diepste krochten van bijvoorbeeld 4chan op internet. Ja. Dat was eigenlijk de enige plek waarin het zag. En dan had je een beetje hetzelfde type argumenten. Weet je, op het moment dat de prijs naar beneden gaat, wordt het weer meer mainstream. Dan in één keer komt het weer op andere plekken ook bovendrijven. Dat vind ik zo interessant. Wat het lastigste is, en dan gaan we een heel klein beetje naar de samenzweringhoek, is dat
de FUD waar we het over hebben is meestal zo simpel en is meestal zo het is, weet je, het is een stukje keukenpapier, het is helemaal niks. Nee. Maar omdat het een stukje keukenpapier is, snapt iedereen het. Ja. En het is super makkelijk. En het is heel makkelijk te begrijpen. En heel veel projecten zal het vaak voorop gaan. Bijvoorbeeld dus de token not needed. Mm-hmm. Het is een hele simpele sabotage. Ja. Die heel lastig te ontmantelen is. Omdat er zoveel extra kennis, inzicht, maar ook inlevingsvermogen, acceptatievermogen en kalmte en rust verlangd wordt van degene die het moet gaan begrijpen. Ja, dat is. Dat het heel krachtig is om te gebruiken. Maar het is allemaal echt low level, simplistisch. Er komt maar heel weinig echte goede FUD. Net ook hadden we ook vandaag in council, hadden we toch wat onduidelijkheid van, ja, over de tokenomics. Hè? Van die token, die licentie die wordt gekocht, daar wordt fiat voor gebruikt. Mm-hmm. En die fiat die gaat naar de treasury. De treasury pakt die fiat. De treasury gaat vervolgens Q&T kopen. Die Q&T die wordt gelokt in de treasury. Dus je hebt dan de fiat en de Q&T die zitten in de treasury. En nu wordt het complex. En nu ga ik jullie ook verwarren. Want de fiat is van Quant. Hans Klok is er niks bij hoor. Maar neem maar even serieus. Maar de fiat is van Quant. Maar de tokens zijn van degene die de licentie heeft gekocht. Want de tokens zijn een representatie van de licentie. Ja. Maar zodra de licentie afgelopen is, dan blijven de tokens ook weer achter bij het team, bij Quant. Ja. Alsof het statiegeld van een bierkrat is. Het krat en het bier, de flesjes blijven altijd eigendom van de fabriek. Ja, alleen het geld is wel bij Quant, dat komt niet meer terug. Nee, en uiteindelijk wat er dan uiteindelijk meer is aan waarde van de tokens, dat gaat dan weer de treasury in. En nou ja, dan krijg je dat hele verhaal. En dat is best lastig te begrijpen. Dat is best wel een ingewikkeld ding. En daar kunnen best vragen over ontstaan. Dat is terecht. Ja, dat is dus ook wel interessant. Want als die token dus in een jaar tijd stijgt, dan krijgt Quant dus gewoon die overwaarde ook weer mee. Ja. Dat is echt lekker. Ja. Ja. Ja, en die waarde die gaat stijgen, want hoe meer ze lokken, hoe kleiner de voorraad wordt. Waardoor je dus het vraag- en aanbod verhaal krijgt, waardoor er dus in theorie eigenlijk altijd een slinkende voorraad met een stijgende vraag zou moeten zijn, wat weer dat dan ook weer doorwerkt. Ja, en zelfs als de token daalt, dan is er op zich ook niet zo heel veel aan de hand, dan gaat het gewoon weer terug naar het team. Dus ja. Ja, dus als er dus 100 tokens nodig zijn voor een licentie en volgend jaar is de prijs gedaald, waardoor er 150 tokens nodig zijn voor een licentie, dan betaalt Quant dat niet uit eigen zak. Nee. Dan moet dat andere bedrijf, moet er dus 50 tokens bij gaan leggen. Ja. Ja, het houdt zichzelf in balans wat dat betreft. De treasury kan niet verliezen. Nee, de house always wins. Nee, maar dat is het. Dat is het. Ik betaal Gilbert eventjes, mijn voorbeeld, hè, gateway operator. Ik betaal gewoon elk freaking jaar £99 of dollar, wat er ook gebeurt. Of de Quant nou een miljoen is of een euro, mm-hmm. Ik betaal $100. En ik kan dat in Q&T doen. Dus in dit geval 1,2 Q&T. Wow, mm-hmm. Mis zo dat het een kwart Q&T was. Ja, dat maar, is een derde op een bepaald moment. Ja, ja in dollars. Hè? Dan zit je bijna op een kwart, $400. Ja, een kwart. Ja. Ja. Ja, een kwart, ja. Ja. Dus ja, ik betaal Gilbert dan een kwart Quant. Of zoveel triljoen Verdient. We gaan binnenkort de Verdians rekenen, jongens. Echt waar. En die zijn voor hun. Die houden zij vast. En dan volgend jaar worden die in principe weer gebruikt voor mijn licentie. Als de Quant dan meer waard is, dan gaat de overwaarde van die tokens, die gaat in principe naar hun. Want zij hebben een licentie en ja, dat was die waarde in euro's. Nou, zo zit dat. Ja.
Dus. Mooi, hè? Ja. Nee, dat is inderdaad één voorbeeld. Laten we anders gewoon die thread erbij pakken op Twitter. En dan is dat wel mooi. Kijken of ik terecht heb. Die heb ik jou als het goed is gegeven. En je weet het nooit, hè? Ja. Ja, ben ik daar? Crypto boomer. Nou, dat klinkt al goed. Ja. En, met een beetje rondvragen ook. Het was iemand in de community ook wel bekend was vroeger. Blijkbaar heeft hij uit frustratie voor de grote COVID-crash heeft hij zijn kwant verkocht. Dus dat is echt nog in 2020, toen de token echt nog een paar euro was. Nou ja, laten we kijken wat hij te zeggen heeft. Want hij schijnt wel veel nuttige dingen te delen op Twitter. Dus laten we er gewoon doorheen gaan. Kijken wat hij zegt, kijken wat wij ervan denken. Ja, even Tim, voor ons logistiek. Ga ik elke keer gewoon alles oplezen en gaan we er dan naar kijken? Of zeggen we van, laten we het zelf op pauze zetten? Ja, ik weet niet. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die het luisteren, hè? Dan moeten we eigenlijk als een soort van Radio 1 langs de lijn commentators 100, ook beschrijven 100, wat er gebeurt. 100 punten. Gaan we dat doen. Tweet number one. Technology fan club tokens, tussen aanleidingstekens, / history lesson, / B2B, dat is business to business, / opportunity cost. I often talk about these types of tokens, but people aren't sure what I am referring to. I am talking about projects like VET, VXV, NOIA, QNT, and AGI. Weet je wat AGI is? Ik heb geen idee. Ik weet wat VET is, ik weet wat VXV is, ik weet wat NOIA is, ik weet wat QNT. Ja, op zich, dat is logisch. Eigenlijk, nou, QNT weet ik niet. En wat is AGI? Ik heb geen idee. En het boeit me ook. Ik heb oprecht geen idee wat het is. Nee. Later wordt wel duidelijk dat hij heel groot fan is van DOT. Ja, en zijn current holdings op dit moment zijn volgens mij Rose, Near en FXT. Als ik zeg je aan mijn hoofd te zien. Okay. Oh, dat staat ook rechts in beeld. Dat is die unconscious. Oh, ja. Near, Rose en XFT. Ja. Oké. Okay. Het staat ook, I don't have paid course / Telegram group. Dus dat betekent dat hij te vertrouwen is. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, precies. Dat is een beetje een verkooppraatje. Ja. Ja. Maar hij heeft het dus over bepaalde tokens. Waar geschiedenislessen uit te leren zijn. Die business to business zijn en niet business to consumer. Maar later wel duidelijk. Business to business is, Apple doet alleen maar zaken met Google. Noem maar wat. En wij zijn over het algemeen consumers. Gaan we even vanuit. Dus een business to consumer is Apple doet zaken met moi, met mij. Ja. En dan heb je nog andere stappen. P2P is dat je dan eigenlijk met Bitcoin vooral doet. Dus dat je met elkaar geldt. Ja. Ik ben een heel klein beetje Ja, dus eigenlijk al van die offset, maar vanuit het begin is je eigenlijk al sceptisch over het business to business principe. Dat is een beetje wat ik lees hier in ieder geval, voordat we doorheen gaan. Dat is natuurlijk waar Quant vooral voor staat. VXV weet ik een heel klein beetje van. Want die zitten in de datasets. En dat betekent dat zij informatie hebben gebundeld, gecodeerd. Gewaardeerd, denk ik. En dat stellen zij beschikbaar voor entiteiten om hun voordeel mee te doen. Precies. Volgens mij is het een soort van stop. Het is erg, hè? Ik heb ook VXV tokens. Ik weet niet eens precies wat het doet, maar volgens mij een soort van een heel slim analyseprogramma dat zeg maar gewoon gigantische datasets heel makkelijk kan analyseren op basis van kunstmatige intelligentie, waardoor dat is je het. Dus niet al die consultants nodig hebt, maar gewoon dat het automatisch Dat is het. Ja. Dat is het. En dat is dus ook business to business. Nou, en die andere die laten we even buiten beschouwing. Dat ik het nu VET is natuurlijk wel, misschien, VET en nooit, ik kan er wel wat over zeggen. VET is natuurlijk gewoon een blockchain. Die VET staat voor VeChain natuurlijk. Dat is een blockchain, eigenlijk een beetje de meest zuivere vorm van het concept van waar zijn blockchains makkelijk toe te passen. Nou ja, die logistieke ketens, die supply chains. Nou, dat is wat VeChain doet. Dus dat je ziet
als een bepaald product in een fabriek in China wordt gemaakt, dat je het helemaal kan trekken vanuit het punt zeg maar, dat dat product de fabriek uitrolt tot aan het punt dat het zeg maar, bij de eindgebruiker is. Dat is een beetje het doel van phishing. Noia, ik heb het alleen maar voorbij zien komen als een soort van moonshot attempt. Het is zo'n gem op KuCoin, zoals het ook wel wordt genoemd. Een heel goed team erachter. Ik zag een aantal influencers die ook in Quant zitten, die proberen een soort van gecoördineerde pump daarop te realiseren ergens van de zomer, maar dat kwam ook niet echt van de grond. Ik doe weet dat precies wat niet, het is. Mensen. Nee. Vieze, gore, smerige, manipulatieve. Ja, sorry. Nou goed. Maar wel inderdaad op basis van wat deze kerel hier zegt, van een beetje onder de... Daarin zit dus al wel een keer van waarheid. Van, nou ja, op zich, er zit een decent team achter. En er zit echt wel... het heeft wel echt substance, wat als team erachter zit en als bedrijfsmodel. Maar ja, is die token dan ook echt needed? Dat is dus wel de vraag die je daarbij moet stellen. En AGI, het klinkt als een of andere Zwitser verzekeringsmaatschappij of zo. Ja. Ik heb geen idee wat het is. Ik zou het echt niet weten. Nee. Nou, hij heeft het dan over de Technology Fanclub tokens. Ja, daar vallen wij natuurlijk als de Q&T boys ook onder. En hebben wij een fanclub? Nee. Dan hebben ze meer een secte, hè? Ja, ze zijn meer een cult. Ja. En hij heeft het over opportunity cost. En opportunity cost wil ik ook nog wel even over uitweiden. Omdat ik, dat is voor mij de reden dat ik geen fiat heb. Waarvan ik steeds meer begin in te zien dat het hebben van een bepaalde mate van fiat in stables of whatever ook wel juist wel handig is. Opportunity cost is als je nu ergens in zit, stel je zit nu 100% in aandelen, maar je weet van crypto, maar je bent niet geïnvesteerd in crypto, dan zou dus de opportunity cost daarvan zou dus hoog zijn. Dus omdat je vastzit in één ding en je geen gebruik maakt van iets anders waarbij een hogere yield te halen is. Dan praat je over opportunity cost. Dus je hebt je fiat. Voor ander voorbeeld, huis. Als we straks allemaal heel veel geld hebben, dan kunnen we ervoor kiezen om een huis met cash te kopen. Maar je kan ook kiezen om een hypotheek af te sluiten. Als je ervoor kiest om een hypotheek af te sluiten, dan hoef je dus niet het volledige bedrag voor je huis in één keer te betalen. Dat betekent dat je dus een grotere quant stack houdt. En die quant stack, daar gaan we even van uit, die gaat in waarde toenemen. En dat is dus de opportunity die je mist als je dus je huis in één keer afbetaalt. En natuurlijk zitten er aan je huis afbetalen andere voordelen, maar je levert rendement in door, en het wordt straks later in zijn thread duidelijker hoor, maar je levert rendement in doordat je vastzit in dus bijvoorbeeld quant. Nou, ik vind bijvoorbeeld als je nu in Bitcoin gaat zitten en je weet van quant, dan vind ik dat alles wat je in Bitcoin hebt een opportunity cost heeft. Want ja. Bitcoin gaat nooit ever dezelfde multiple maken als quant. Ik zie het niet, ik geloof het niet, ik wil het ook niet geloven en je gaat me er niet van overtuigen. Nou, het zou wel bizar zijn. Dan, op dat punt is gewoon de printer van de Federal Reserve volgens mij volledig doorgeslagen en betalen we ook 1 miljoen euro voor een brood. Ah, maar dan praat je over 3000 euro XRP. Ja, nee, dat is niet... Er is niet genoeg geld op de wereld. Er zijn niet genoeg komma's in het metrisch systeem om... nou ja, goed. Dan gaan we weer heel erg afdwalen. Nee. Maar heel kort gezegd, opportunity cost, het idee dat je ergens anders meer geld kan verdienen. Dat verhaal van huizen, ik kan nog niet eens een parkeerplaats betalen op dit moment. Dus, Correct. Ja. We gaan even scrollen. De tweede tweet. Projects like these don't launch anymore. The ICO's wouldn't work anymore. Staat tussen haakjes. They are a relic of an older era of crypto. Nou, hij is nu in dit geval begonnen met zijn argument dat de ICO's, dat zijn de initial coin offerings, die werden gedaan in 2017. Dat was een soort van ICO boom. Wat ook weer leidde tot de crash. Ja, ja, daar hebben we het in eerdere podcasts ook over gehad. Hè? Dan beschrijf ik een beetje het traject van de cryptomarkt. Ik schreef eigenlijk, er was inderdaad zo'n rage of zo'n ICO house. In de crypto-markt van elk project had een ICO op een bepaald moment. Wat je eigenlijk nu met NFT's ziet, zag je op dat moment met de nieuwe coins die werden geïntroduceerd. Eerst had je gewoon Bitcoin, Ethereum, die echt het grootste deel van de markt hadden. In één keer kwam er van alles bij. Ja. En dat is dus een beetje die boom inderdaad. Ja. Ja, er zijn dus een aantal projecten die hij dus eerder noemt, die volgens hem daar dus onder vallen. Wat op zich
niet voor Quant geldt, want Quant is een post-ICO, dus een na-ICO project. Een nakomelingetje. Misschien geldt het voor andere projecten, weet ik niet. Maar dit is, hij zegt dus eigenlijk projecten als dit, dus die ik eerder beschreven heb, zoals VXV, Noia, Quant, die worden niet meer gelanceerd. Het zijn eigenlijk museumstukken, want wat ze toen deden, dat werkt niet meer. Dat is een beetje wat hij eigenlijk zegt. Ja, dus het is een reliek van een ouder tijdperk in de cryptowereld, zegt hij. Ja. Derde tweet. In 2017, a lot of people realized they could, en dan aanhalingstekens, make it by just creating a company, a white paper and doing an ICO. There were mostly nothing but BS. Their business plan was simple. Do an ICO. Dat was het. What the project was, didn't matter. They would think up anything as an excuse. Dat is een beetje wat we net eigenlijk ook gezegd hebben. Ja. Als je dacht, nou, ik kan kleurplaten gaan verkopen, dan kan je die kleurplaten voor kinderen ook op de blockchain zetten. Dus dan valideerde dat een ICO. En dan kan je dus geld inzamelen. Doe je 3,5 biljoen tokens. Eurotje per stuk. En gaan. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kan hier niet mee oneens zijn, eerlijk gezegd. Dit is ook mijn analyse. Dat klopt wel, ja. Zeker. Ja. 4. Everything and anything was created as X on the blockchain, despite absolutely no use case being present and many of the teams not even having any developers. It was a field of near total junk or white papers. Even the solid projects such as Dot were years from development. Hier zie je dus dat hij dus inderdaad Dot wel een solid project vindt. Hij gaat later uitleggen waarom. Tim? Ook niet, hier ben ik het op zich ook mee eens. Hè? Dat, het is gewoon een feitelijke observatie. En hier kan ik het ook niet mee oneens zijn. Je moet je voorstellen, we hadden natuurlijk zo'n hele speculatieve run in 2017. Met eigenlijk maar twee voorgaande. Zeg maar, op dat moment hadden we echt nog bull cycles. En bear cycles. Omdat er nog nauwelijks AI was. Het grote institutionele geld was nog niet echt toegetreden tot de markt. We hadden voornamelijk Bitcoin. Maar eigenlijk, in die eerste cycle wisten we überhaupt niet wat er gebeurde. Toen hadden we in 2013 een soort van referentiekader. En in 2017 helemaal doorgeslagen. Maar wel met de introductie van dingen als Ethereum. Toen had je ook wel, zeg maar, Ethereum was eigenlijk als eerste een beetje met die decentralized applications. Ja, toen kreeg je inderdaad die ontwikkeling dat er andere projecten ook instapten die min of meer Ethereum wilden gaan kopiëren, maar dat moest allemaal nog ontwikkeld worden. Het stond echt nog in de babyschoenen. En andere projectjes daaromheen, die hadden ook wel een beetje al een concept van wat er zou gaan gebeuren. Nou, toen zijn al die whitepapers gepubliceerd met eigenlijk wat hij zegt, dingen die nog helemaal niet levensvatbaar waren of nauwelijks nog werden ontwikkeld. Er werd gewoon ergens een whitepaper gepubliceerd. Iedereen dacht, oh, dat gaat ook naar de maan. Iedereen pompte geld in. En uiteindelijk komen ze erachter dat het gewoon gebakken lucht is. Dat is wat er gebeurd is. Ja, dus hier ben ik het mee eens. Toen dachten mensen ook nog dat het dat het levensvatbare serieuze producten waren. Ja, klopt. Ik denk als een verschil met wat er gebeurde begin 2021. Met de Doggy en de Kitty en de Cum Rockets en de weet ik het allemaal dingen. Goeie oude tijd dat één cummies voor 27 cent ging. Dat is mooi. Dat. Maar toen was niemand die daarin investeerde in de veronderstelling dat die projecten de wereld gingen veranderen. Nee. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. Ik denk dat die ICO, bubbel, werd het geloof ik ook zoals genoemd. Ja, dat is heel erg vergelijkbaar met de dotcom-bubble eigenlijk. Als er maar dotcom zeg maar, achter je bedrijf stond of iets met internet, dan was het waard. Ja, of als je hier een cash-tag ervoor had, dus een dollartekentje. Ja, precies. Dan was het wel goed een beetje wat er met World Online ook gebeurde in, wat was het, 2000, Nina Brink en zo. Ja, toen was ik echt 4 jaar oud, toen kan ik me allemaal niet zo goed meer herinneren. Maar die tijd, dat klapte ook volledig in elkaar. 2000, jezus man, toen was ik alleen maar stiekem alcohol aan drinken elke dag. Blootjes roken. Jij komt uit? Wacht, 84. 84. 84. Ah, ja. Ja.
Ja, ik kom uit 96, dus ja, 2000, het grootste deel van de tijd was ik 3 jaar oud. Eind 2000 was ik 4. Ja, lekker. Ik kan me niet zo heel veel 2000 meer herinneren. Dat, ik kan het wel een beetje herinneren hoor, maar niet heel goed. Dan, mijn eerste herinneringen beginnen een beetje 2001, 2002. Introductie van de euro, jongen. Nou goed, laat maar ophouden. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. Kregen we zo'n mooie blister, papier met zo'n blister met alle muntjes van de euro erin. Ja, ja, klopt. Nee, en ik had ook zo'n kaart met zo'n grote soort van kaart. En dan kon je al die euro's sparen, zeg maar, uit al die landen. Hoe gaat dat met al die muntjes. Hoe gaat dat straks met de digitale euro? CBDC, andere discussie. Even terug naar waar we waren. Oké, feit. Yeah. Dus ja, we're a total junk white paper, solid projects like DOT, were years from development. Nou, daar zegt hij ook. Zoals DOT was toen eigenlijk alleen nog maar de vieze gedachte. En nog helemaal geen realiteit op wat voor manier dan ook. In 2018, the market then crashed into a bear market as this tower of worthless junk imploded. Whereas today we refer to fundamentals, in aanhalingstekens, as usual, meaning adoption. In the era of 2017, 18, 19, it was very different. There was no utility, no DeFi, no NFTs, gaming, nothing. Grappig, hè? 2017, 2018, 2019. Hè? Hij praat alsof we het over 2007, 2008 hebben. Het is 2, 3. Het laatste jaar wat hij noemt is 3 jaar geleden. Ja, en wat ik interessant vind, is zegt er was no utility, no DeFi, no NFTs, gaming, nothing. Ja, dus daar viel ik ook over. Voor hem zegt hij zegt eigenlijk. Fundamentals, daar wordt real world adoption mee genoemd. En hij zegt real world adoption is DeFi, NFT's en gaming. Dat is eigenlijk wat ik eruit haal. Ik weet niet hoe jij erin staat, Tim. Ja, klopt. Als we puur naar een crypto perspectief kijken, hè? Dus als we puur gaan kijken naar hoe de crypto naar crypto wereld werkt, ben ik het met hem eens. Er was op dat moment niks. Ik kan me nog YouTube-filmpjes uit die tijd herinneren van, ja, wat zijn die decentralized applications? Want er is gewoon geen use case. En pas eigenlijk het moment dat de bull market weer enigszins terugkwam, was in 2020 natuurlijk ook door de gigantische geldprinters, zeg maar, van de Federal Reserve en dergelijke. Maar ook omdat de decentralized finance opkwam. Want toen in één keer kwam er verkeer op Ethereum, was ETH in één keer nodig. En ja, toen kreeg je al die andere trends. NFT's kwamen op, gaming, en het hele metaverse gebeuren met tokens als Block en dergelijke. Tuurlijk, dus vanuit een crypto perspectief ben ik het met hem eens. Er was inderdaad geen use case om Ethereum te gebruiken. Die is wel ontstaan vanaf 2020 ongeveer. Dus ja, eens. Maar mijn concept van adoption is niet de crypto wereld zelf. Ja. Maar daar gaat het zo meteen de schoen wringen. Dus. Ja, maar precies. Maar dat is wat je dus nu ook ziet. En dan loop ik een heel klein beetje de zaken vooruit. Is dat deze meneer best wel een hoop punten gelijk heeft. Maar er zit heel veel focus in. Hè? Het is een heel nauw pad wat hij bewandelt. En een beetje wat je ook bij de Bitcoin maxi's vaak ziet. De Bitcoin boefjes. Ja. De enige echte crypto is gedecentraliseerd. En het echte geld is 100% gedecentraliseerd. En veiligheid en proof of work is het beste. Want dat is het veiligst. Et cetera. Dus allemaal heel erg op één bepaald podium. En dat is op zich niets mis mee. Alleen, dan komen we straks op, is het dan wel fair om dan appels met appels te vergelijken? En dan komen we weer een beetje bij mijn metafoor van afgelopen weekend. Dat ik zei van ja, ik kan wel als hodler advies gaan nemen van een trader, maar elke keer als dan mijn appartementencomplex iets meer waard wordt, dan moet ik een flat verkopen. Want dan mag het eigenlijk niet in waarde toenemen. Want elke keer als er waarde bij komt, dan moet ik profits nemen. Want op elk moment kan iemand de boel opblazen. Daar komt het eigenlijk op neer. Terwijl ik eigenlijk denk, als ik allemaal appartementen verkoop aan allemaal mensen, dan is de kans dat het opgeblazen wordt alleen maar groter. Kan ik het beter voor mezelf houden. Ja. Nou, het laatste, het sloeg nergens op.
Maar ik vond het wel grappig. Ja. Het ging door mijn hoofd. Goed. Ik denk, laat ik het even delen. Waar zijn we? 6, toch? Ja. Ja. Fundamentals, man. Finding a company with a token. Doing something with a... Hij gebruikt heel veel aanleidingstekens. Solid sounding tech. Or being a legit company that you could use to shill with. Or that would be shilled. It was all we did to go on. Had to go on. It was all we did to go on. Yeah. Ja, dus wat je eigenlijk zegt hier is van... die fundamentals, zeg maar... Die zijn er pas op het moment dat er gewoon een degelijk bedrijf achter zit. En dan maakt niet uit wat dat bedrijf dan doet. Zolang het maar enigszins een soort van business case heeft, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Dus in plaats van dat je in een of ander netwerk investeert, dat dan, weet ik veel, nieuwe dingen gaat faciliteren, investeren wij dus in een bedrijf. Daar komt het op neer, maar dan niet in het bedrijf zelf, maar via de token van dat bedrijf. En als er maar enigszins een goed verhaal achter zit, dan kun je dat gaan chillen en groter maken. Het is een beetje zoiets als Dogecoin, hè? Dogecoin. Eigenlijk was het niks. Het was gewoon een meme en een grapje voor de maker. Die vond het leuk. En andere mensen zeiden, oh, maar dit kan wel geld worden. Oh, en dit kan ermee en dat kan ermee. Ja, dan heb je dus denk ik een geloofbaar iets. Ja, maar toch vind ik dat wel anders. Bij Doge, dat is echt een meme. En ik snap zo'n argument ook wel. Maar hoe is het anders dan Bitcoin? Hoe bedoel je dit? Hoe is Doge anders dan Bitcoin? Doge is in principe niet heel anders dan Bitcoin. En dat is ook een beetje het punt van... ik denk dat het hier meer om gaat dat hij bedoelt van... Zeg maar, onze school van kutte investeerders. Wat wordt de titel? Tim, wat? Dubbele punt, aanhalingsteken. Doge is niet anders dan Bitcoin, uitroepteken. Oh, 1 miljoen views. Ja, ja. Ja, maar fundamenteel is Doge niet anders dan Bitcoin natuurlijk. Nee. Technologisch gezien waarschijnlijk wel. Dit is dan de nuance na de clickbait. laat me even nadenken. Kijk, eigenlijk het argument wat hij hier zo gewoon dus uit elkaar zet, is zeg maar van, wij investeren in bedrijven via hun crypto. En dat was noodzakelijk in die tijd, volgens zijn argument, omdat er op dat moment, dus we moeten het vanuit zijn ogen lezen, hè? Dus vanuit zijn perspectief, zeg maar in die periode van 2017 tot 2019 was er eigenlijk op blockchain gebied, of op crypto gebied, eigenlijk geen fundamentele adoptie van dingen die je erop kon doen. Dus, dat was dan het argument. De adoptie gaat komen vanuit het bedrijfsleven. Dus bedrijven die dan ook een token hebben. En omdat dat bedrijf dan ook gewoon, zeg maar, functioneert, dan zal die token dus ook wel meer waard worden. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus dat bedrijf hoeft die token niet eens te gebruiken. Het feit dat die token enigszins aan het bedrijf gekoppeld is, en het narratief wat om die token heen wordt gebouwd, rechtvaardigt dan dat die token meer waard wordt. Dat is wat hij zegt. Ja. Zoals ik het tot nu toe lees. Ja. En dat was noodzakelijk, omdat er dus geen gebruik was van blockchains. Dus er was geen DeFi. Want DeFi zorgt ervoor dat er heel erg veel verkeer is en heel veel behoefte aan Ethereum om Ethereum meer waard te laten worden. Er waren geen NFT's, waardoor er ook weer heel veel gas fees nodig zijn om al die transacties uit te voeren. Er was geen gaming, waardoor er ook weer heel veel gas fees nodig zijn. Snap je wat ik zeg? Dat is een beetje het argument wat hij probeert duidelijk te maken. Ja. Goed, we gaan door, denk ik. Ja, this was fundamentally solid stuff, as opposed to companies which launched tokens doing something that had very little believable reason to be decentralized or have a token, such as a car review website on the blockchain. Ja, fair, denk ik. Ja. In the bear market years, there were little gains to be found, and most people just tried to avoid further losses. Most people took refuge in projects, these tech fan club projects. The ones which successfully got investors are those that you see that still survive to this day. Dat is eigenlijk een beetje zijn conclusie dan, hè? Alles wat nu nog mensen heeft die erin geloven. Is eigenlijk waardeloos. Alles uit die tijd is kut. Nee. Bear market was natuurlijk lastig. Er waren heel veel munten. Natuurlijk min 80, min 90%. Net zoals dat ook muntjes dat nu zijn. En mensen zijn toen gaan zoeken.
naar de Tech Fanclub Projects. Nou, dan kom je dus uit bij de VXV's en de Quants. Ja, klopt. Ja, klopt. En dat komt dus ook omdat dat verhaal, dat narratief van dat er dus een goed bedrijf achter zit, dat wel voortbestaat. En de reden dat we sommige van die dingen dus niet in de top 100 zien, is dus volgens zijn logica in ieder geval, misschien zit er ook nog een kern van waarheid in, is dus omdat de transactievolumes gewoon op al die andere netwerken, zeg maar, gewoon gigantisch zijn toegenomen, waardoor er dus behoefte aan is, waardoor dus de prijs is gestegen. En soms ook, niet per se, hè, want ook gewoon soms door gewoon domweg shill-machines die aanstaan vanuit die projecten, zijn gewoon cash grabs met zoveel mogelijk marketing, zoveel mogelijk hype, dan krijgen ze ook wel in de top 100. Dat is een beetje wat hij zegt. Ja, de Floki trims. Ja, ja. Goed, 9. Unlike most ICOs, which were outright cash grab scams, these solid fan club projects were usually projects which had an idea for a legit business or were starting right at the point the ICO era began. Ja, en solid tussen aanhalingstekens. Ja. Ja, ja, dus ja, inderdaad, van we hadden dus een periode waarin er gewoon heel veel van dit soort ICO's waren. Dat gewoon scams, net zoals je nu met NFT's gewoon ronduit scams hebt. Zaten er een paar goede dingen tussen. En dat probeert dus te zeggen. Die hebben dus wel het overleefd. Die. They realized that if they altered their business plan / company to include a crypto utility token, they could get the funding for their company from dumb retail, in chocolate letters, investors for free, instead of the usual path, which involves giving up equity in the business to investors who will do due diligence and scrutinize the legitimacy or realism of the plans. For projects like FET and AGI, this is especially the case due to them being research-orientated. Okay. Ja. Blijkbaar geen Zwitserse verzekeringsmaatschappij, maar iets academisch dus. Nee, AGI. Ja, wat hij eigenlijk hier probeert te zeggen, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, dat eigenlijk iedereen en zijn moeder die een start-up wilde beginnen, die zou normaal gesproken een businessplan moeten creëren, naar de bank moeten gaan, en dan moet je vanuit de bank moet je toestemming krijgen. Ja. Voor de zak geld. En dan kan je je ding pas gaan doen. De kans dat je dat krijgt is gewoon niet zo super groot. Nee. Of als je al iets hebt, maar wat niet legit genoeg is voor een IPO, dus dat je het publiek kan laten gaan, want dan moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen, dan kon je eigenlijk gewoon een ICO doen. En dan krijg je dus de naïeve speculanten, dat is wat hij eigenlijk zegt, die lachend hun geld in jouw project dumpen, zonder dat ze weten wat ze aan het doen zijn. In plaats van dat je dus de echte investeerders krijgt, die wel weten wat de manier is om een bedrijf te checken, ja. te controleren. Ja, precies. Dus het is gewoon een makkelijke manier om dus snel kapitaal op te halen, omdat het op dat punt ook gewoon niet goed gereguleerd was. Ja, dat dus. Ja. Ja. En hij noemt dan FET en AGI als een voorbeeld. We weten allebei nog, ja, FET dan wel wat het is, maar van AGI, nee, niet zo relevant. VCs, venture capitalists, would have questions regarding an MVP, profits. Retail crypto investors asked none of this except when Binance went partnership. It was easy money. Ja, dus venture capitalists, dat zijn de, ja, hoe noemen dat, die investeringsfondsen. Ja, gewoon voor die durfkapitaal gasten. Hoop geld, ja. En die gooien gewoon overal tegenaan. En als iets dan succes heeft, dan gaan ze daar vaak ook weer uit met winst. Dat is een MVP ook. Het eerste wat in me opkomt is Most Valuable Player, dat gaming. Maar main dat zal het niet zijn. Value proposition. Dat is het, ja. Ja. Dus, sorry, ik heb iets te veel Overwatch en zo gespeeld. Ja. Ik ken dat ook. MVP, what the fuck. Maar Gilbert heeft het ook gebruikt voor ODAP in de tijdlijn die ze hadden. Main value proposition. MVP stond achter ODAP. Vond het wel leuk. Ja, ja. Dus wat ik net eigenlijk
bij het vorige punt zei, de meeste crypto-snietzeltjes weten gewoon niet hoe je moet kijken, waar je naar moet kijken. En die zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in when Binance en when partnership. Ja, dat is een hele... Ook weer alles van waar in principe tot nu toe zijn we het met deze kerel eens. Zeker. And what you see today in these projects are surviving fossils. Een beetje een gekke manier, want fossiele, nou goed, whatever. Of that era, the successful projects that were unable to convince enough people to buy, build a community and made it through the bear market, mostly due to that community. Ja. Ja, dus de projecten die er nog over zijn, die toen ontstaan zijn, dat zijn zeg maar de laatste overlevenden, de krokodillen van de... Ja, precies. Ja. Inderdaad. Van die periode. Ja, dus wat nog niet helemaal naar nul is gegaan in de bear market. When the crypto market returned in May 2020, most people who knew the game dropped these fan club tokens, weer tussen aanhalingstekens, and moved into other alts. Why? Opportunity cost. These type of tech fan club tokens are usually doing something outside of crypto, targeting business/enterprise. Nou, en dan zien we dus nu hier waar die inderdaad naartoe wil. Mei 2020 was de COVID-crash. Ja, daarvoor maart, maar inderdaad, vanaf dat punt. Mei 2020 eigenlijk was de Bitcoin-halving. En vaak wordt dat als het startschot ook gezien van een nieuwe bullmarkt. Negen maanden later, toch? Ja, klopt. Maar dat is wel een beetje... Het was in eerste gewoon een periode van gewoon ongelimiteerd geld printen. Zeg maar. Het werd duidelijk op dat punt in ieder geval dat de economie... Tenminste, dat de beurs... Al het verschil tussen de beurs en de economie. Dat de beurs in ieder geval niet in de kloten ging. Die herstelde op dat punt volledig weer. Ja, in mei. We hadden de Bitcoin-halving. We hadden die DeFi-gekte op dat moment. Eigenlijk alle startschoten voor een nieuwe bull trend. Ja, was dat toen? Ja, dat was inderdaad toen. Ja, dat was wel grofweg die periode. Dat is ook de periode ik ben ingestapt. Ik weet dat ik ben in april 2020 ben ingestapt. Ja, toen had je natuurlijk ook de Ample's en dat soort dingen. Ample Forth. Dat waren van die yield farming met rebasing. Nou, eigenlijk laten we daar maar niet over beginnen. Toen zat ik er nog niet zo diep in. Het enige dat ik toen wist was Ethereum, Bitcoin, XRP. Zo'n snitseltje was ik op dat moment. Even kijken. Maar hij zegt dus eigenlijk de fanclub tokens, die hij dus eerder ook noemde, waarvan Quantulus volgens hem één is. Mensen gingen daar uit omdat ze geld konden verdienen op andere plekken. Want die fanclub tokens die richten zich op bedrijven en organisaties, business enterprise. Ja. Voor mij zou het een argument zijn om daar lekker juist in te blijven. En juist in te stoppen. Kijk, weet je, wat mijn gedachte altijd is geweest, even vooruitlopend, is als je kijkt naar banken, overheden, de Microsofts, de Amazons, de Apples van de wereld. Hoe zijn ze zo groot geworden? En hoe lang bestaan ze al? En hoe lang doen ze al wat ze doen? Hoe groot is dan de kans dat dat soort entiteiten dan nog verslagen gaan worden? Hè? En die kans is er natuurlijk altijd niet, ze heeft het eeuwige leven. Maar het bankwezen, ik denk dat als je gelooft dat Bitcoin de banken gaat vernietigen, dat je een beetje op een gekke planeet leeft. Ja. Als je denkt dat de banken niet met een oplossing komen, dan wordt het tel je mee. Maar ja, dat gaat hem niet worden. Dus banken, banken gaan niet verdwijnen. Nee. Net zoals overheden. Nee, ja, natuurlijk, maar... Ja? Ik snap wat je zegt, maar... het argument is hier meer... Tenminste, tot wat hij hier nu inderdaad schrijft... van ik ben met je eens, hoor. Maar ja, op dat punt, zeg maar... dat weer enigszins mensen doorkregen... dus dat de hele crypto-gekte weer aanzwengelde... Zo, jij zit in een saai project waarvan je niks weet. Ja, nee, dan krijg je toch weer, weet je, die neiging om weer te gaan apen in andere tokens. Dat gaat hij waarschijnlijk verder ook toelichten in de volgende. 100%. En dat is inderdaad waar hij ook naartoe wil. Waar hij zijn alfa vandaan haalt. Waar hij denkt van, ja, weet je, hier,
hierin ga ik mijn geld verdienen. Ja. With these projects, their entire narrative is someday all these businesses will use X technology and the demand for the token will mean price action. What's wrong with this? En dan schreeuwt hij, no project has ever achieved significant price action with this. Oké. Ik denk dat hij daar op Luna gelijk in heeft. En Bitcoin nu intussen een beetje. Ja, dus... Ja, op zich is dit natuurlijk ook wel ons narratief. Ja. Maar er zit toch wel een zeker onderscheid in. En dat gaan we dus later behandelen. Waarom ik denk dat Quant toch echt anders is hierin. Maar daar gaan we later naartoe. Maar goed, het argument is inderdaad wel van iedereen, alle grote bedrijven gaan deze technologie gebruiken. Daardoor gaat de prijs stijgen. Ja. You will get some communities who think they're in it for the tech, tussen aanhalingstekens. You will get some communities who think they're in it for the tech approach will pay off. They will cite another project who they think has had some success with this approach, zoals ik net deed, and claim that one day they will be them too. An example is Q&T, which is held during the bear. Ja, which I held. Hij had dus, tijdens de bear market had hij dus Q&T. Ja, en zijn kritiek op ons is dat wij dus denken van wij zitten inderdaad in voor de weer in het voor de technology. Soon we will see the moon, guys. Nee, maar en dan, oké, dus op de een of andere manier beschuldigt hij door ons ook van dat wij dus een, they will cite another project, but they think has had some success. Maar ik weet niet welk project dat dan zou moeten zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, denk ik, Terra Luna. Die hebben natuurlijk een blockchain oplossing waar dus op een bepaalde manier geld verdiend wordt. Die waardeert op adoptie. Jawel, maar is dat dan, was dat ook op dat moment? Zeg maar, van... Zo. Nee. Nee, hè? Nee, dat is pas echt van, sinds anderhalf jaar. December 2021. Ja, laten we eens doorgaan naar de volgende, want hier gaat hij wat verder op in. This project had people who held for years saying how they didn't need shilling and eventually demand for the product from enterprise or some mythical CBDC partnership would make them rich. In the end, it went up quite a lot during 2021 from 30 to 400 before falling back. Ja. Ja. Ja, hier zie je dus een discussie die ik ook met, zeker in mijn begindagen, in de lounge ook, heb ik een aantal keer Jeff tegenover me gehad. Ik had dit argument ook, want ik denk inderdaad ook dat, enterprise adoption is leuk, maar uiteindelijk hetgene wat ons echt rijk gaat maken, is uiteindelijk gewoon de pure speculatie van crypto-snitsels die erin duiken. En dan krijg je echt parabolische bewegingen. En op de korte termijn in ieder geval. En Jeff die zei, nee, we hebben geen adoptie nodig. We hebben geen speculatie. Natuurlijk hebben we adoptie nodig. We hebben geen speculatie nodig. Dit komt allemaal vanzelf. En zijn argument hier dan is dus inderdaad van die adoptie vanuit bedrijven gaat zo langzaam. Overheden werken. Het gaat ontzettend traag allemaal. Dus dat gaat op korte termijn in ieder geval geen snelle prijsstijgingen, niet voor snelle prijsstijgingen zorgen. En dan vind ik het wel interessant dat hij het dan heeft over een mythische CBDC partnership. Dat is ook wel interessant, vind ik zelf. Maar ik denk niet dat dat zo is. Dat het mythisch is? Ja. Gezegd, we don't need speculation. Ik was dat toen eens met Jeff. Jeff, als je dit hoort, ben het nog steeds wel deels met je eens. Maar net zoals dat, ik weet vrij zeker, ik kan het niet bewijzen natuurlijk, maar dat er nu al licenties betaald worden. Ik weet dat daarvoor Q&T tokens gelokt worden. Maar dat zit nu verstopt in... Ja, dit, precies dit. In alle verkeer. Dus in die zin is er niet veel transactional volume. Is er inderdaad
niet veel lock-ups due to licensing. Dus die boom, wat iedereen verwacht, ik denk dat dat uitblijft. Even zo heel kort door de bocht gezegd, hè. Dat betekent niet, abonneer je kwant verkopen nu, niet in paniek raken. Maar ik denk dat dat nu allemaal al in bepaalde mate gebeurd is. Ik denk straks, zodra die knop omgaat, dat die remote connector gateways komen. Gilbert heeft bevestigd dat dan dus ook het dashboard komt. Hmm. En dan kunnen we gaan zien van oké, er zijn 40.000 wallets, maar 5.000 van die wallets, ik noem even wat, hè. Dit is allemaal even fantasie voor mij. 5.000 van die wallets die erbij gekomen zijn, dat zijn treasury wallets, blijkt. Ja. Want de treasury officiële wallets, die zijn gelabeld. Mm-hmm. En straks ga je dus zien dat tokens daar naartoe gesluist moeten worden. Ja. En dan kan je gaan zien, dan zul je dus ook zien, oké, er zal misschien het aantal holders zal minder gaan worden, en bla bla bla. En wat je dan denk ik ga krijgen, dan krijg je de speculatie van oké, fuck, het was allemaal echt. It was all real. En dat dan de hele het hele narratief gaat lopen, waardoor het volume toe gaat nemen. Dan zijn ook de gateways daar. Dus dan wordt, en dan krijg je wel een boom, want dan gaan Timmetje en ik onze gateway aanzetten. En dan kan je ook weer op het dashboard zien, hey, er zijn weer 2 gateways bijgekomen. En allebei die gateways, die hebben 1 miljoen tokens, want Tim en ik hebben allebei 1 miljoen tokens. En dat is dan ook locked. Dat zijn allemaal grapjes, hè? Maar dat is even om het beeld te maken. Waardoor je dus dan toch nog een soort van boom krijgt, waardoor je eigenlijk weer een zichzelf versterkend ecosysteem, nou ja, en dan vanaf daar wordt het helemaal dromen. Nou, ik ga met je verhaal een beetje een andere kant op dan net wat ik dacht. Want ik dacht meer dat je zou zeggen van, hij zegt hier dat de $30, eigenlijk, dat is eigenlijk $40, maar fair enough. Laten we de dip van 23 mei nemen. Oh, ja, sorry, ik dook gewoon even in de tokenomics. Ja, precies, maar ik ga weer even een stapje terug naar wat hij zegt. Heel goed. Het wordt anders echt een echo chamber soms, maar nee. Ik heb zelf ook die neiging, hoor. hij gaat zelf ook die echo chambers laten benoemen in dit draadje. Ja, ja. Maar hij zegt hier dat die 30 naar $400 stijging volledig kwam door speculatie. En daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Omdat wat we hebben gezien, we kregen 24 juni of zo, zoiets, 25 juni, kregen we Coinbase. Ik was nog helemaal euforisch. Ik weet dat ik dronken door Amsterdam. Coinbase, jongens! Ik maakte dan wel spraakberichtjes. We krijgen Coinbase! Ja! Dat is helemaal vrolijk. En toen in één keer pompte echt een paar euro. Dat we gewoon €20 op een dag pompten. Ik werd helemaal gek. Een maand later kregen we Binance. En wat hebben die twee exchanges mogelijk gemaakt, is dat wat wij denken nu, tenminste, ook on-chain dat we gezien hebben, is dat er dus, dat de Treasury, wat je eigenlijk ook zei, is dat er gewoon heel veel licenties gekocht zijn. En dat ook een deel van die pomp heeft veroorzaakt, zeg maar. Want op een bepaald moment pompten we zo hard. Ja, ik denk dat de enige reden daarvoor kan zijn geweest dat gewoon treasury buys zijn geweest. Wat hadden we, 5 miljard volume op een dag? Ja, zoiets. Misschien 1 miljard of zo, maar al in ieder geval een bizar volume. Ja. En ik dacht van, dit is niet... Het voelde niet natuurlijk. En ik denk dat hij nu zegt van, het heeft volledig met speculatie te maken. Ja, 5 miljard natuurlijk. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat er meer in het spel is. Dus hij gaat al een beetje selectief nu. Het is cherrypicking wat hij doet, hè, om dit argument de grond te geven. Ja, wat, nou ja, goed, nee, maar anders ga ik ook te veel speculeren. Ja, nee, ja. Dus inderdaad, before falling back, nou ja, dat terugvallen is natuurlijk ook waar. Dat is gebeurd. Ja, zeker. En dat valt door inderdaad Tim's ja, zijn sprookje, om het nog even zo te noemen, valt dat ook wel te verwachten. Want als er niet een continu volume aanhoudt, dan blijft zo'n $400 prijs ook niet hangen. Nee. So, why did it go up? Was it because... Ah, hier gaat hij dus op in. Van, was it because of the demand for the token from Enterprise? Nou, neem jij maar over. Jouw stem klinkt lekkerder als je het zegt. No, it was because some people on CT, dus crypto Twitter, started shilling it. Speculation
The people who cite this as an example of B2B success don't understand that it didn't happen because of demand from business. Gaat hij nou hier verder? Ja, yeah. These are quite rare. The majority of business-to-business projects never have this happen because they are too dry, too boring, too slow. The real problem is that things in the world of business slash enterprise move slow and often not that transparent. Ja. Ja, dit is interessant. Hij zegt dus dat het komt door het chillen en het hele narratief wat geschetst werd op Twitter. En Instagram is hij al vergeten, eikel. Daar heb ik zo mijn best op gedaan afgelopen zomer. Quantum date, gozer. Ja, nee, maar ja, hij zegt dus dat het volledig door de community komt. Ja, ik denk het niet. Ik denk dus echt dat we bepaalde dingen live hebben zien gaan. En dat het verklaart gewoon niet waarom we de top duizenden aantal wallets erbij hebben gezien. Maar goed, hij zegt wel natuurlijk, ik denk dat het voor een groot deel inderdaad komt door speculatie. Maar alsnog denk ik dat hij niet het hele verhaal vertelt hier. Het is niet alleen maar die speculatie. Dat lijkt me niet logisch. Het is wel het meest aannemelijk. Het is wel het meest aannemelijk, zeker. Ja. En dat is maar ook... het is niet het enige. Er waren meer factoren in play dan alleen maar een hype die in één keer ontstond, denk ik dan. Ja. In 2017-18, these types of things worked. A single tweet about a partnership would send a token pumping. Times have changed. It isn't 2018-2019 anymore, where crypto is just white papers investors want. More. Yeah. Investors want projects which are doing something in crypto. Why? Because crypto is developing and growing very fast and it's transparent. It's transparent and all this causes price appreciation. Hier gaat die voor mij een beetje kort. Ik denk die eerste tweet, single tweet about a partnership with send a token pumping. Prima. Weet je, XTC pakte vorig jaar nog een pump 25%. Omdat het door Hongarije gebruikt zou worden. Weet je wel, zoiets. Was een mooi voorbeeld. Maar verder. Ja, is er niet zo heel erg veel meer wat nog indruk maakt. En ook wel grappig. Hij zegt, het is geen 2018. Ja, oké, okay, dat klopt ook wel met wat hij eerder zei. Maar alsnog. Hij heeft het eerst over crypto-snitseltjes, zoals jij dat zo mooi noemt. Die when Binance, when partnership, hubble the pub. En hier zegt hij van, investeerders willen juist meer. Nou, wat meer willen ze dan? Nou ja en leg dat maar eens uit, want de gemiddelde crypto-investeerder wil alleen maar dat er groene kaartjes zijn. Hoor. Volgens mij boeit het ze niet zoveel verder. Hij zegt, investeerders willen projecten die wat doen binnen crypto. Waarom? Omdat crypto zich sterk ontwikkelt en groeit. En omdat het transparant is. En omdat dit allemaal zorgt voor prijsverdeling. Ja, ik moest net al een beetje lachen. Ik moet ook lachen. Want ja. Transparant, ja hoor. Ik vind dat hij hier heel duidelijk maakt waar hij heen wil. Met deze hele thread. Dus XRP, een aantal zaken zijn dus volledig transparant waar het vandaan komt. De tokenomics en andere projecten. Transparant, ja hoor. Het is... hij spreekt voor zichzelf, maar hij doet of hij spreekt voor alle investeerders in cryptoland. En ik denk dat hij daar een beetje kort gaat. Hij heeft het niet per se verkeerd. Ik denk dat hij daar kort gaat. Want hij zegt, investors want projects which are doing something in crypto. Omdat het zo lekker transparant is en omdat het prijswaardering veroorzaakt. Ik denk, het ene veroorzaakt niet het ander. Er is hier absoluut geen causaliteit, geen oorzakelijk gevolg. Maar wat is precies transparantie? Want inderdaad, het is waar dat je zeg maar, op blockchains kan je zien waar transacties vandaan komen. Maar het is ook alsnog anoniem. Maar je kan wel zien zeg maar, op een blockchain waar alles heen gaat. Dat is transparant. En wat hij waarschijnlijk ook bedoelt, is dat natuurlijk de codes en dergelijke hè, die geschreven worden. De software dat is open source. Ik denk dat hij die kant op wil. En met het geval van Quant is natuurlijk closed.
Waarschijnlijk gaat hij daar verder ook wel op in, hoor. Dus ik denk dat hij dat met transparant bedoelt. Dus ik ben benieuwd wat hij in het volgende stukje zegt. Ondertussen, terwijl je dat voorleest, pak ik een heel klein beetje extra water. Ik ben even heen en weer. Ja. Ga jij 22 doen? Is goed. Ik zit toch nog een beetje vast op dat stuk daarboven, hoor. Want hoe dan die prijswaardering hand in hand gaat met die transparantie. Ik denk juist dat heel veel projecten pretenderen heel transparant te zijn. Maar dat helemaal niet doen. Of niet zijn. Weet je, dan komen ze van ja, we hebben die gedoxt, en dan bedoelen ze dus de developers, of de eigenaars. Of ze hebben de hele code open liggen. Maar dan gebeuren er toch nog dingen aan de andere kant. Weet je, dat is, je kan zo transparant zijn dat je zoveel informatie verspreidt dat mensen nog steeds niet weten door de verdere informatie waar ze aan toe zijn. Maar goed. Tweet 22. If you're investing in DOT, you can look at the projects bidding for parachains launching on parachains. You can see what's happening or for yourself. If you're investing in ETH, you can see transparently what's happening on chain growth adoption. If you're investing in a DeFi protocol, you can see the total value locked growth, other people buying. Speculators can see all this stuff. They see it and FOMO at what might happen as this develops further and the speed at which crypto is developing, it causes price action. Ze schrijven wordt sowieso een beetje wat meer erratic hier. Lastig te dus lezen. Dus laten we even gewoon hier stap voor stap doorheen gaan wat hij nou eigenlijk zegt. Ja. Ja, je ziet al dat hij de DOT richting opgaat. Dat is waarschijnlijk geen coincidence. En dan begint hij weer over die powerchains van DOT. Nou oké, dan moet je weten hoe DOT in elkaar zit. Dat is een interoperability project, maar dan ben je wel interoperable zolang je maar DOT gebruikt. Dus je kan wel iets ontwikkelen zolang je maar binnen dat ecosysteem zit, wat ik wel interessant vind. En daarin kun je dus wel zien wat er binnen DOT dan gebeurt. Nou ja, dat is leuk, hè? Dus dan, het is interoperable, maar alleen als je DOT gebruikt. Ja. Dat is een beetje alsof je zegt van ja, je kan met alle apparaten samenwerken zolang het maar van Apple is. Voorbeeld is stekkers. Europese stekkers. Europese stekker is overal interoperable in Europa, behalve in de UK. ja, precies. En ze zijn er natuurlijk nog wel een aantal voorbeelden te vinden. Ze is een beetje mal. Maar goed, we zijn hier niet om per se dat af te kraken hier. En dan ook, zegt hij ook met Ethereum, als je daarin investeert, dan kun je ook zien wat er op de chain gebeurt. Dat zei ik dus net ook al voordat we hierin gingen. Van je kan on-chain zien wat er gebeurt. Je kan de groeiende adoptie van het netwerk zien. Oké? Nou, als je in DeFi zit, dus decentralized finance, dan kan je de total value locked, dus hoeveel waarde er in dat project zit, zeg maar, dat vast zit, dat kan je zien. En je kan zien hoeveel andere mensen er aan het kopen zijn. Ja, en als jij een speculeerder bent, dus een crypto snitcheltje die aan het apen is, dan is dat leuk. Nou, en dan ga jij FOMO erin. Hè? Dan ga je naar de McDonald's en dan hou je een cheeseburger. En dan betaal je die met ETH. En dan betaal je €150 transactiekosten om het contract te openen. Dan koop je je hamburger van €1. En dan doe je daarna het contract sluiten. En dat kost je dan nog een keer €150. Ja, dan ben je precies. €301 kwijt voor een cheeseburger. Ik beloof je, dan ga je afvallen, jongen. Dan kan iedereen afvallen bij McDonald's. Ja, nou, volgens mij gaat het hier niet zozeer om het betalen, maar meer over het soort van sparen. En dus je kan zien wat er in zo'n pool gebeurt. Je kan ook live zien als... dat is flauw, van als je gerukt wordt. Weet je wat ik zo idioot vind? Je praat over adoption. Ja. Je praat over adoption. Hij heeft het over crypto naar crypto. Maar wat is dan het nut van al die DeFi-systemen? Is dat dan alleen om... Dit is gewoon even een algemeen punt, hoor. Is dat dan zodat je geld kan verdienen, zodat andere mensen geld kunnen verdienen, zodat andere mensen geld kunnen verdienen, zodat andere mensen geld kunnen verdienen? Ik denk wel dat hij daarheen wil gaan. Ik weet niet wat hij verder zegt natuurlijk, maar dat is wel een beetje het idee wat hij me geeft. Inderdaad. Dat is zijn concept van adoption. Is dat je...
hoe ga je de IRL dan... Want decentralized finance, ik moet dan denken aan wat Bitcoin wilde doen. Mm-hmm. Ik denk bij DeFi, denk ik aan Bitcoin. En ik denk dat Bitcoin toen de tijd daar goed in was en dat deed. Ik denk nu dat wat hij DeFi noemt, dat het eigenlijk DESP zou moeten heten. Decentralized Speculation. Want het heeft helemaal niks meer met finance te maken. Er zijn alleen maar mensen die zijn met elkaar muntjes aan het ruilen. Daar creëren ze fluff waarde. Mee. Ja. En die fluff heeft waarde. En dat is gas. En dat zijn de profits die mensen krijgen. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, is het een soort van een piramide dingetje. Want die waarde wordt gegenereerd eigenlijk vanuit niks en het is niks. Klopt. Ja, dat ben ik met je eens. Want hoe engaged dat dan met mijn wereld? Met klopt. De buitenwereld? Het is een speculatief spel. En als je te laat bent, dan ben je de klos. Daar komt het neer. Ja. Goed, 24. Dat hadden we al voorgelezen, overal. Maar... Huh? Ja. Nee. With the B2B project, all you have is some words from the team. In quotes, exciting partnership coming in Q3. Then you have to sit and wait and hope it's something good. Very quotes. We've partnered with X global manufacturer. What does this actually mean? What's the substance? Ja. Ja, oké. H1. Ja, ik voel me persoonlijk aangevallen. Nee, ja, natuurlijk, er zit een kern van uit in. Maar dat heb je met andere crypto-projecten natuurlijk ook. Nu wil ik er geen whataboutism van maken, maar ja, het is wel een beetje zeggen van ja, weet je, dat is dan het enige wat je er hebt, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Dot doet in die precies hetzelfde. Ja. Die hebben ook weer een nieuwe parrot chain, want dat is nou, Kraken was toch fantastisch? Kraken is helemaal fan van alle parrot chains. Die zijn helemaal mee bezig, maar wat hij probeert te zeggen is van je hebt dus geen utility, als in zeg maar op het netwerk gebeurt niks, maar je speculeert dus op het feit dat het bedrijf waar je in zit, dat dus weer met andere bedrijven samenwerkt en dat dan als een soort aandeel eigenlijk de prijs omhoog gaat sturen. Dat is wat hij zegt. Ja. Hij beschouwt dus, we zijn nu 25 tweets zitten erin, maar hij zegt eigenlijk van de coins die dat soort bedrijven uitbrengen, dat zijn eigenlijk meer aandelen dan echt crypto tokens. Ja, meer IOU's eigenlijk, hè? IOU-briefjes, achtig. IOU? Ja, een IOU. Als je geen verjaardagscadeautje voor iemand hebt, ja, dan kan je iemand een briefje geven. Een soort check of zo. IOU. Oh, IOU. Ja, oké. Okay. En dat geef je dan aan iemand en dan zeg je, nou, als je ooit een keertje wat nodig hebt, dan heb je een IOU-briefje. Dus die tokens, ja, misschien niet helemaal goed. Laten we doorgaan. Het zijn eigenlijk wel meer soort aandelen. It could be anything. Ja, yeah, maak jij maar. Maar wacht even. Maar jij zegt, het zijn een soort van aandelen. Ja. Nee, dat is het niet. Maar ook weer niet. Want nee, dat kan niet. Want met een aandeel heb jij letterlijk, en dat is wel scherp inderdaad. Dan heb je een aanspraak op een deel van de organisatie. Ja. Ja, inderdaad, ja, scherp. Stom dat ik dat niet zelf inzag. Maar inderdaad, want je bent dan mede eigenaar van het bedrijf. Ja. Dat is hier ook niet het geval. Nee. En in deze speculeer je dus inderdaad op een hypothetisch toekomstig volume op het netwerk waar de token voor uitgegeven is. En dan doen we dat even heel breed. Maar dat de token of de coin daadwerkelijk gebruikt gaat worden door de entiteit met wie ze die partnership aan gaan kondigen. Dat is een beetje... Ja, precies. Ja, dat is een beetje waar we het dan weer net over hadden. Van ja, de token is altijd needed. En er zijn nu mensen die komen met de FUD van... Ja, maar ja, als de token altijd needed is, hoe kan het dan zijn dat het dan nu al gebruikt wordt door LegChain, SiaChain, et cetera? Dan zou dat betekenen dat of de token niet nodig is, of dat als de token wel nodig is, dat het transactionele volume zo laag is dat het nog steeds niet interessant is voor het netwerk. Nee. Goed. It could be 25. Anything from nothing to a pilot. There's nothing you're likely going to be able to see. Nothing to drive FOMO. You might have to wait 12 months to get an update on what it even was, or
What became of it? Hij zegt hier eigenlijk dat een nadeel van het hele business-to-business verhaal is dat het allemaal zo lang duurt. Geen instant gratification. ja, 12 maanden kan het wel duren voordat je een update krijgt. Over ja. Wat er nou van die partnerschap gekomen is. Oh jee. Ja. Ik vind dat niet echt een probleem persoonlijk. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij inderdaad een... Als je echt een trader bent... Als je en mensen noemen zichzelf al heel snel trader, vind ik hoor. Als je gewoon slechte keuzes maakt en daardoor veel munten koopt en verkoopt, dan weet ik niet of je een trader bent, of dat je jezelf een trader moet noemen. Maar dan is 12 maanden lang. Weet je, als je 12 maanden lang moet gaan zitten wachten op een verdubbeling van je prijs, dan is dat natuurlijk kut. Als je daarvoor de hele dag naar een scherm moet kijken, dan is dat niet interessant. Heb je 10 schermen in je huis hangen? En niets beweegt. Ja, nee, oké. Okay. Ik denk dat het dan prima is. Maar... Ik hoor jou nu niet op dit moment. Ik ben heel even met mijn geluid bezig. Oké. Okay. Ik ga er even vanuit dat ik mijzelf wel hoor. Een moment. Ja, en hij heeft het weer over die FOMO. Hè? En dat is wat we ook terug zien komen. The fear of missing out. Zijn beleggingsstijl schemert heel erg door dat het heel erg afhankelijk is van de mate waarin mensen willen apen. Waarin je hype krijgt, waarbij je die stuwing van die prijs krijgt. Ja, waarschijnlijk zodat je het daarna weer kan dumpen. Op zich niet zoveel mis mee. Nogmaals, als je trader bent, prima, denk ik. Maar een project... nou ja, goed. All of it requires faith and belief in a team whose interests are not the same as yours. And worse, it's in a software... Ik hoor op dit moment. Ik ben zo terug. Eén moment. Ga gewoon door met waarmee je aan het spreken bent. Oké. Okay. All of this requires faith and belief in a team whose interests are not the same as yours. And worse, it's in a software system that likely doesn't need a token. And who usually... have competitors in enterprise blockchain. Nou, dit is op zich een... als een algemeen punt, denk ik, valide. Ik denk dat crypto geen goede reputatie heeft. Ik denk dat er heel veel grote organisaties niet met crypto geassocieerd willen worden. Ik denk dat voor heel veel projecten de token niet nodig is. Nee. En ja, een team die andere belangen heeft dan jij. Ik denk ook dat hij daar geen onwaarheid spreekt. Mijn belang is inderdaad niet om zijn gedecentraliseerde netwerk op te zetten per se. Maar... als het belang van het team zou zijn alleen om geld te verdienen, omdat dat dan ook mijn belang is, dan weet ik niet of ik dan wel daar zo blij van zou worden. Want dan willen nee. We allebei alleen maar geld verdienen. En ik heb het liefste dat iemand die dan aan de kop van zo'n project staat, dat doet omdat hij dat wil doen. En omdat hij dat leuk vindt, omdat hij er blij van wordt en omdat hij iets anders nastreeft, dan het arbitraire geld verdienen. Nee. Zullen we trouwens wel weer de thread er weer bij pakken op Twitter? Ik ga het delen. Oh shit, had ik hem... Ja, die hebben we ook niet meer. Ah ja, share screen, sorry man. Maakt niet uit. Het viel me niet eens op. Nee. Het viel me niet eens op. Maar, maar deze hadden we het dus over. Hè? Dus 26. Ja. Ja, token niet nodig. Dat is eigenlijk waar we een beetje mee begonnen.
Misschien dat we 27 ook even bij kunnen pakken. All the while they string you along, selling team tokens, usually under some bullshit such as operational costs, tussen aanhalingstekens. En dan daarachter tussen haakjes. Do you really think if they believe the token will be so valuable, they'd selling it like they do? En ja, dan gaan we dus hier een heel klein beetje naar de drogredenen waar ik het eerder over had. Ja, de zaken die dus... een beetje, jij pakte dat stukje keukenpapier erbij en het first sight ziet het er geloofwaardig uit tot je er doorheen prikt en het tegenvalt. Ja. Ja, en zeker omdat hij dan hier dus bij 27 gaat over het verkopen van tokens voor operationele kosten. Nou, dat is denk ik 100% waarvan Quant beticht wordt. En dan, do you really think if they believe the token will be so valuable, they're selling it like they do. Hij denkt en hij redeneert hier vanuit een perspectief van hebzucht. En van niets ja. anders dan hebzucht. En dat is, daar is niks mis mee. Dat mag, iedereen mag hebberig zijn. Ik kan ook hebberig zijn. Helemaal niks aan de hand. Maar het is een heel... Het is een korte termijnvisie. Ja. En het getuigt ook niet van kennis van het ecosysteem in het geval van Quant. Die munt die gaat meer waard worden. Dat geloven zij, denk ik ook. Want daar is namelijk de hele tokenomics op gebaseerd. Het is een deflationair systeem. Er komen geen muntjes bij. Gilbert heeft 9 miljoen munten geburnt. Dan zou je kunnen zeggen, ja, zie je wel. Hij denkt dat het niks waard wordt, anders had hij het gehouden. En dat zou kunnen kloppen als Gilbert ook maar een heel klein beetje geïnteresseerd was in de speculatieve waarde van die munt. Maar dan had hij er veel meer gemaakt. En dan had hij er veel meer achter de hand gehouden. Maar hij verkoopt het nu voor de operational cost. Dat is eigenlijk wat hij zegt en daar ben ik het mee eens. Nou, dat doet Gilbert, heeft hij straks geen muntjes meer over. Is dat dan een probleem? Nee, want als straks een... Als straks een entiteit een licentie nodig heeft, dan betalen zij gewoon hun eigen tokens. En dat betekent dat er helemaal geen reden is voor de Treasury om zelf tokens te bezitten als ze gaan beginnen. Does that make sense? Ja, klopt. Want zij verdienen geen geld met crypto. Dat doen ze gewoon niet. Ze verdienen geld met fiat dat binnenkomt. Zij want ook nog eens geen security. Het is een utility token. En een utility token, een van de functies daarvan is niet speculatie en verkopen. Als Gilbert straks zijn bedrijf aan alle kanten promoot en overal gaat schreeuwen Quant's the fucking savior en Overledger is the best in the world en iedereen gebruikt het. En hij dumpt daarna 10 miljoen tokens zo over ons heen. Dan komt de SEC. Sup, G? Dit is niet helemaal de bedoeling. Nee. Want daarvoor zit XRP nu bij de SEC. Ja. Dus Gilbert wil eigenlijk alleen maar revenue hebben in de vorm van fiat. Ja. En als ze dan daarbij room hebben, hè, dus het afromen aan het einde van de licenties, dat er tokens over zijn als de licentie vernieuwd wordt, die kunnen ze inderdaad opslaan in de treasury en die kunnen ze dan tegen een profit verkopen. En dat is dan een beetje de double dippen, zoals Jeff het noemt. En dat is oké. Ja. Maar er is geen beursgenoteerd bedrijf wat heel blij wordt van grote hoeveelheden utility tokens op de balans. Niet echt. Ja. Een enkeling. Tim? Ja, inderdaad wat jij zegt qua tokenomics. Ja, ik weet niet precies wat hij dan bedoelt met operational cost. Hoe ik het begrijp, in ieder geval in de tokenomics van Q&T, is dat het team heeft, ik weet niet wat het oorspronkelijk de hoeveelheid tokens was, maar ze kunnen dit niet tot in den treuren volhouden. De
tokenomics bij een aantal andere crypto's, dan kan het gewoon nog 20, 30 jaar kan die ellende doorgaan onder het mom van operational cost. Hier, het team is al... 3 miljoen hadden ze nog zo. Na een aantal jaar zijn ze gewoon, is gewoon klaar hoeveel het team zeg maar op de markt kan dumpen, tussen aanhalingstekens. Terwijl er bij Chainlink volgens mij, er wordt iedere maand wordt er voor een paar miljoen verkocht. Dat gaat de komende 20 jaar nog wel zo verder, volgens mij. Bij XRP, we hebben het er vaak over gehad, maar dat gaat echt nog wel verder. Bij ons, binnenkort heeft het team gewoon niets meer om te verkopen. Dus dit, ze hebben dit er nog 70k nu in hun eigen wallet zetten. Ja, precies. Maar dit vind ik dus een beetje zo'n stukje keukenpapier, zeg maar, waar we dus doorheen kunnen gaan prikken. Ja. We gaan naar 28. What's likely to happen is while everyone else makes money, you will be stuck holding something in a community that becomes an echo chamber. All shilling a fantasy of future demand. Ik voel me persoonlijk aangevallen. Ja. Hey, dat is natuurlijk wel waar. Ja. Maar dat is natuurlijk... Ik wil er geen whataboutism van maken, maar dat is waar voor de hele cryptowereld, denk ik. Want ook de dingen waarin hij zegt dat het dan adoption is, terwijl ik het eigenlijk gewoon een soort geavanceerd Ponzi-schema vind, piramideschema. Dat is het in feite. Daarin wordt ook exact hetzelfde gedaan. Ja. En als jij daarin niet op tijd uitstapt, dan blijf je ook hangen in een echo chamber waarin er ook van alles wordt beloofd dat uiteindelijk niet waargemaakt gaat worden. Dus ja, ik vind dit ook weer iets... Het ziet er in eerste instantie, denk je, oh, dat ziet er wel leuk uit. Maar het is echt zo'n stuk papier waar je ook zo doorheen prikt. En ik denk dat dit voor de hele crypto-wereld geldt. En bij het ene crypto-project sterker dan bij het andere. Ja. En bij ons is het geen fantasie. Want wij gokken niet alleen maar op crypto. Wij gokken op het hele netwerk. Alles. Ja. Ja. Dus dat is geen fantasie. Dat is gewoon de keiharde realiteit. Ja. 29. This is why I emphasize... Nu wordt het interessant. This is why I emphasize investing in projects doing something in crypto. Targeting users or other crypto projects. DeFi, NFT, gaming, metaverse. Crypto is rapidly expanding and growing. It's mostly transparent, easily shillable, and gets FOMO and speculation easy. Ja, dit is dus voor mij de reden waarom ik dus in Quant zit en absoluut niet in crypto. Dit is zo'n modderpoel met eendags vliegen. En er zitten een paar hele dikke kikkers. En daar is meneer Crypto Boomer er één van. Die keer op keer weer rinse en repeat in projectjes stappen en verkopen. Ik zit liever wat meer in een wat grotere oceaan, zoals hij dat dan maar noemt, met een wat obscuurder of misschien een wat vager, minder inzichtelijk landschap, waar eigenlijk alles juist wel heel erg inzichtelijk en transparant en weet ik het allemaal is. Alleen niet op de manier zoals hij dat graag wil. Nee. En dat ik wat langer moet wachten. Zonder dat ik daarbij slapeloze nachten heb. Kijk, ondanks dat ook mijn portfolio gedecimeerd is. Met min 78%. Is er bij mij. En misschien zit ik dan wel helemaal in de hopium echo chamber. En ben ik super naïef en ongeïnformeerd. Maar ik weet zeker dat mijn portfolio binnen no time weer op zijn all-time high zit en daar voorbij gaat. Omdat ik weet dat het project waar ik in zit niet 100% gedecentraliseerd is. En omdat ik weet dat het niet gerelateerd is aan DeFi. Dat NFT's veel meer verdiepingen hebben dan alleen maar een JPEG. Omdat ik weet dat de metaverse en gaming toepassingen van dit project real world zijn. En niet alleen maar een weet ik veel wat voor hentai Mario versie op een blockchain. Ik vind het heel interessant ook wat hij zegt. Hij zegt dus van, hij herkent aan de ene kant, dat vond ik dus ook het dubbele aan alles. Want ik heb het ook in een Telegram chat die niet publiek toegankelijk is. Maar ergens heb ik dit gedeeld waar we het ook discussieerden.
Aan de ene kant zegt hij, en hij heeft wel meer van die contradictions. Aan de ene kant zegt hij dus, zeg maar, wat we van 2017 tot 2019 gezien hebben, was useless. Er waren geen, use cases voor alles. Hè, omdat er, ja, je kon niks. Je had dus wel die netwerken, maar je kon er niks mee. En ja, nu zegt hij van, dus DeFi, NFT, gaming, metaverse, dat is hetgene wat we gaan doen. Maar metaverse is eigenlijk weer gewoon hetzelfde als wat we tijdens die ICO craze in 2017 zagen. Want what the fuck is de metaverse? Exact. Sorry, als we nu gedemonetiseerd worden, dat ik dat woord gebruikte. Maar wat is de metaverse precies? Het is weer zo'n term, zo'n buzzword. Gedemonetiseerd, we hebben geen ads hier. Ja, we hebben geen ads inderdaad. Top. Nee, maar zonder gekkigheid. Het is weer zo'n term waar we eigenlijk niks mee kunnen. Van ja, oké, het is dit. Maar wat is het dan precies? Niks. Maar dat NFT is hetzelfde verhaal. Wat is het precies? Het is wel zijn shtick, hè? Shillable, FOMO, om de drie tweets heeft hij het over FOMO, speculatie en shillability. Ja. En shillen in dit geval is natuurlijk het verbaal verkopen of het schriftelijk verkopen van een project aan andere mensen. Ja, hij heeft het dus voornamelijk over de pumpamentals, wordt dat ook wel genoemd. Ja. En je ziet dat dit sentiment vaker opspeelt als de markt, of in ieder geval de wat meer echt fundamentele projecten, in ieder geval sideways gaan. Als er twijfel is, weer, hè? Ja, precies. Op het moment dat er twijfel in de markt is, dan gaan mensen weer echt op zoek actief naar die pumpamentals. Dus dingen waarvan ze denken dat het een easy moonshot gaat worden, om het maar zo te noemen. Goed, we gaan naar 30. Don't waste opportunity investing in projects that are doing something outside of crypto, but with a token built in for an excuse. Whether you get gains won't be because business began buying it. It'll be because someone started shilling it and you'll get more elsewhere. Ik denk dat dit best wel waar is. Ik denk dat bedrijven geen grote hoeveelheden van cryptomunten gaan kopen. Maar dat hij dan zegt van dat je daarvoor niet naar bedrijven moet gaan die buiten crypto opereren. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat je dat wel moet. Ik denk dat het hele doel van crypto uiteindelijk is om de echte wereld in te gaan. En om daar een voet aan de grond te krijgen. Ik geloof dat Constellation is met de smart cities en dergelijke. Ja. Je moet een link maken met Tesla. Je moet een link maken met BMW. Met Mobi, kwant partner ook, om dat voor elkaar te krijgen. En als jij een of ander obscuur scheidprojectje hebt, maar goed, dan gaan we weer natuurlijk buiten zijn scope, want zijn scope is duidelijk, die quick gains. En hij zegt hier van, ja, ik ben het ook mee eens, van het is een beetje raar om te zeggen dat en dat is ook wel een grotere denkfout. Er is geen zinnig bedrijf dat crypto op de kasbalans zet. Ik weet niet zo goed hoe hij het hier bedoelt. Tenminste, zoals hij het hier formuleert. Hij formuleert het alsof bedrijven de crypto's gaan kopen. Dus echt in hun kasboek zetten. Nou, laten we voor het gemak vanuit gaan dat hij dat niet bedoelt. Hij probeert hier drie pagina's aan tekst in één tweet te kwakken. Dat is een beetje waar het denk ik misgaat. Ja. Nou, want ik weet niet zo goed wat hij bedoelt met buyen, want zeg maar, daar hebben we het al vaker over gehad. Maar heel weinig bedrijven zullen een deel van hun reserves in crypto, in een extreem volatiele markt zetten. Dat is niet iets wat gaat gebeuren. En als ze het al doen, dan zal het voornamelijk in bitcoin zijn. Zeker niet na COVID-tijd. Want de reserves van bedrijven, die zullen alleen maar groter worden. En als straks de markt in elkaar klapt, en dat zeg ik straks, maar dat gaat ook gebeuren, want bedrijven traden nu multiples van hun waarde veel hoger dan gezond is. Dat is ook al te lang. Maar die gaan zeker geen crypto op de balans zetten. 100%. Nee. 99% niet. Oké, maar laten we dan uitgaan van de andere zijde, van de andere kant van de medaille wat dat betreft. Van dat dus. Nee, dus verkeerde uitdrukking. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De andere kant in ieder geval van bedrijven gaan het gebruiken. Ja. Ze zegt hij, ja, maar dat,
dat duurt dus te lang. Dus je kan beter uitgaan van, zeg maar, van iemand die het shield ergens en er ontstaat hype. En dan stijgt de prijs. Ja. En, ja. Ga niet zitten wachten op bedrijven. Dat is wat hij zegt. Ja. 31. If you're in one of these tokens and it's all you've ever known, it can be hard to accept some of this. Everything you may know of crypto has been conditioned though through the perspectives of those echo chambers, shitting a dream of enterprise adoption. I'd recommend reading section one of these threads a few times. Understanding this stuff could be the difference between you coming out of crypto with nothing or a lot of money. Dat was 31. Toen was ik al even naartoe geskipt. Ja. Ik ja. Interessant, in ieder geval wat hij zegt. Een aantal interessante punten, maar ook echt een paar denkfouten. Dus weer dat keukenpapiertje waar je zo doorheen prikt. En ik ben wel benieuwd natuurlijk, want hij zegt ook met alles wat je hier leest, moet je eigenlijk de andere threads lezen. Dus voordat je commentaar geeft. En ja, die tijd heb ik niet. Nou, heb ik wel, maar... Ik realiseer me denk ik nu wat er bij deze meneer niet helemaal lekker is gegaan. Ik denk dat deze meneer had verwacht dat Quant sneller zou bewegen dan dat het zou doen. Dat hij Quant heeft gekocht in een grote hoeveelheid. In de hoop dat het snel zijn ding zou doen. Ja. Toen kwam de bear market. Toen kwam de COVID. Al die dingen. En hij was teleurgesteld. Hij had dit snel willen flippen. Dat is niet gelukt. En nu heeft hij eigenlijk geleerd hoe hij beter projecten kan vinden, of eigenlijk waar projecten aan voldoen, waarbij je op betrouwbare manier snel in en uit kan rollen. Dus waarbij je eigenlijk de volumes volgt, als ik het een heel klein beetje... Ja. En aan zich is het natuurlijk geen slechte strategie in deze krankzinnige markt. 100%. Dat is ook niet slecht, maar... De suggestie die hij wekt is dat het de superieure manier is. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar en vooral dat de projecten die hij noemt waardeloos is eigenlijk zijn. Want hij zegt eigenlijk word je gewoon voorgelogen. Dat is een beetje het gevoel wat hij geeft. Dus niet wat hij schrijft. Ja, want hij nuanceert wel. Hij zegt nergens van het is een scam of het is een gelul en het gaat hem niet worden. Nee. Hij zegt de kans dat het hem gaat worden is klein elke keer. Dus op zich is het in die zin wel... Ja, dat is waar. En het is meer dat hij zegt van, als je echt geld wil verdienen, dan moet je echt in de cryptomarkt zelf zitten. Dan moet je echt in die ponzi's, zo noemt hij het niet. Hij noemt het adoptie. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het doet me denken aan een eeuwenoude discussie die ik ooit had met iemand. Toen viel ik echt een stoel van verbazing, heb ik in een eerdere podcast ook gezegd. Maar iemand die zei dat de adoptie bij Shiba komt door het aantal holders. Ja. Nou, echt, toen viel ik echt stijf van mijn stoel af. Dat is gewoon niet waar. Ja. Nee, maar het is een bepaalde manier van naar crypto kijken. En ik ken ook andere mensen in de community die ook op die manier naar kijken. Het gaat vaak hand in hand met de kritiek op Quant dat er geen dashboard is. Hè? Dat is echt een ding wat constant weer opgerakeld wordt. Er is geen dashboard. Ik zie dat Dreadbongo zegt hier... Ik moet toch als een soort langs de lijn voetbalcommentator zeggen wat jij dan doet... dat Dread Bongo in ieder geval zegt van ja, iemand vraagt van wat vind jij ervan? En Bongo zegt, nou ja, op zich zitten er goede punten tussen. Nou, dat ben ik het ook mee eens. Het is alleen jammer dat Bongo niet kritiek levert op een aantal van die dingen die hij zegt. Maar ja, op zich. Ik begrijp dat volledig. Ik vind het ook jammer. Maar er is zoveel waarbij deze meneer aanneemt dat zijn lezer exact hetzelfde perspectief heeft als hij. En ja, kijk, ik hij zit vaak best goed. Ik denk dat er best wel wat punten zijn. Waarvan ik denk van, nou ja, 100%. Ik weet dat ook heel veel van die punten ook voor Quant gelden. Zeker weten. Ja, klopt. Maar hij lijkt het te labelen alsof het slecht is.
Maar dat is het niet. En dit is ook een beetje hoe ze, zonder je heel samenzwerig te worden, maar hoe vaak nieuws gebracht wordt. Het is heel politiek correct gebracht, laten we het zo zeggen. Dus er wordt wat gezegd. En als je heel goed luistert, dan hoor je wat hij bedoelt. De headline in van een krant. Je leest de headline en je kan een tiental aannames doen over wat er nou bedoeld wordt. Maar dus, ja... daar doe ik me ook aan denken. Van, vaak in de politiek ook. Maar dingen worden... ze roepen dingen zonder het specifiek te maken. Waardoor je dat eigenlijk op elke mogelijke manier kan interpreteren. Dat is een beetje wat er gebeurt. En hij doet een soort van hele algemene statements. Waar, ja, in principe kun je het daar niet mee oneens zijn. Het is gewoon meer een kwestie van... Hij beschrijft eigenlijk wat er in de cryptowereld gebeurt. En vervolgens een interpretatie gooit hij dan zijn eigen kant op. Maar je kan het ook op een andere manier interpreteren. Ja. Het is in die ruimte voor interpretatie waarin wij het dus niet met hem eens zijn. Ja. Terwijl ik het wel met een aantal zaken ook... Ja, ik moet me ook voor mijn eigen bias... moet ik me ook bewust zijn. Hè? Inderdaad, van... We kunnen niet ontkennen dat Quant wel een hele sterke community heeft als eufemisme. Dus soms is het meer weg van een secte of zo, maar ook weer niet. Omdat we ook heel kritisch natuurlijk constant naar onszelf kijken. Van, we vragen onszelf echt af, nou ja, hoe verschillen wij dan weer van andere projecten? Want ja, dat moet gewoon als je investeert. Dus er zitten goede punten in, maar hij heeft dan hele opmerkelijke... gecherrypikte argumenten waarin hij het dan zijn eigen straatje in probeert te duwen. Ja, en uiteindelijk kunnen we gewoon concluderen dat deze meneer een shitcoin trader is. Ja, daar komt het neer. En dat klinkt dan ook weer heel negatief. Ja. Maar ja, shitcoins is volgens de definitie alles behalve bitcoin, heb ik ooit geleerd. Nou, ik vind shitcoins ongeveer alles behalve quant. En hij is een trader. Hij wil niet te lang in het project zitten. En dat is fair, weet je wel. Dat mag. Alleen, ja, zoals we in het begin zeiden, appels met appels. Je kan niet Quant vergelijken met een project wat nog geen week oud is. Met een market cap van een miljoen. Ik denk dat dat niet fair is. Ik denk dat net zoals dat je nu op dit moment Quant naast Bitcoin... zet. Ja, dan is Quant natuurlijk een heel stuk speculatiever. Maar hij heeft ook veel meer potentie. Ik zie ook wel dat het iemand is, deze persoon. Die ook wel, als ik hem zoek op Telegram, komen er een aantal dingen naar voren. Ook wel negatieve dingen. Maar goed, hij heeft een hoop waarheden. Hij heeft een hoop terechte conclusies over hoe crypto in de war zit. Waar wij het mee eens zijn. Alleen ja, om dan... Hij is, ja, het maakt het zo lastig om er echt wat te zeggen. Omdat hij eigenlijk niet hardop schrijft... Quant token not needed. Want dan wordt hij uitgemaakt voor leugenaar. En dat doet hij niet. Dat is het politieke punt wat ik net probeerde te maken. Hij danst overal een heel klein beetje omheen. Het is continu het lijntje en hij wil dat wij zelf de assumptie doen. En hij heeft het voor elkaar gekregen, want wij zijn nu een video aan het maken. Ja, klopt. Dus hij heeft exposure, ja? Nee, ik zie hier de E-pit met een oude bekende die is een bericht van 15 juli 2021. Het gaat ook over deze kerel. En hij zat dus ook in de DM. Dus gewoon zeg maar een persoonlijk bericht. Bij Fronsky. En dan zegt hij ook van ja. Hij probeerde zeg maar Fronsky ervan te overtuigen. Dat Quant nooit, nooit zou verdubbelen. En op dat moment was de prijs $7. Ja. Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Ja. $7. Fucking wrecked. Dan heb je dus gewoon een 60x vanaf dat punt gewoon gemist. Ja. Interessant. Zeker. Terug naar het verhaal. We hebben eventjes dit natuurlijk besproken. Gewoon eigenlijk meer als een soort case study. Ik als academicus dan weer. Van een fut situatie. Ja. En je ziet met heel veel dingen van... en dat is ook een beetje de les die ik eigenlijk wil meegeven. Van, oké, je ziet dat. Ik wil heel veel pauze. Geef me even een paar minuten.